We gaan in het komende seizoen, in dit programma, zoals de titel al aangeeft, op zoek naar het verleden. Zoeken op plaatsen welke tot de verbeelding spreken en waar vroeger bijzondere gebouwen hebben gestaan, waarvan we niet weten hoe deze eruit zien, omdat er eenvoudig geen foto's of afbeeldingen van zijn. Zoals bijvoorbeeld de watermolens, die hier in verschillende vormen op het stokeind gestaan moeten hebben. En welke in 1384 voor het eerst vermeld worden in een overdrachtsakte. En ongeveer 500 jaar later, in 1879, definitief afgebroken worden en vervangen door het stomen op het Roodven. Misschien is er nog iets herkenbaars aan terug te vinden, hier in het landschap. Nog niet zo lang geleden de loodsen op den Bult of het Hoog Eiken aan de Oosterwijkse weg, die in 1939 door het Nederlandse leger geplaatst zijn, vervolgens door de Duitsers bijgebouwd zijn en tenslotte door de geallieerden in 1944 gebruikt zijn als reparatieplaats en opslag. Ook daar gaan we zoeken naar het verleden. En dan kasteel Nieuwolf, in de volksmond destijds het kasteel met de twee torentjes genoemd, al reeds in 1320 bewoond door de heren van Moergestel. De oudst bekende heer was Dirk van Horne. In 1840 aangekocht door monsieur Zwijsen ten behoeve van de zusters van Liefde, die het omgevormd hebben tot een klooster met kapel. Afbeeldingen van het kasteel zijn tot dusver niet gevonden. Wel is er echter een heel gedetailleerde kaart uit 1793, waarop veel valt af te lezen. Verder hebben we informatie verkregen uit literatuur, kaarten, foto's, film, metingen, archieven, internet en situaties in het landschap enzovoorts. Met deze gegevens gaan we de oude situatie reconstrueren in maquettes. Dit om een beeld van de omgeving van Moergestel te krijgen uit lang vervlogen tijd. Zoekt u met ons mee naar en in het verleden van Moergestel? En hebt u nog wetenswaardigheden of gegevens over de omgeving van de watermolen, kasteel Nieuwenhof of de loodsen? Laat het ons dan weten en wij kunnen dat dan in ons programma verwerken.